Dit is Flevoland van zondag 23 juni. De bestuurder van een speedboot die gisteravond onbemand op het Veluwemeer bij Biddinghuizen werd gevonden, was dronken en had geen vaarbewijs. De boot had ook geen dodemansknop, terwijl deze veiligheidsvoorziening voor snelle boten verplicht is. De speedboot draaide rondjes op het water in de buurt van Walibi. Omdat er niemand meer op zat, werd gevreesd dat de bestuurder overboord was geslagen. Hulpdiensten rukten massaal uit, maar al snel werd duidelijk dat de bestuurder al door iemand gered was en op de wal was afgezet. Volgens de politie had de 58-jarige man uit Nunspeet ruim 4 keer meer gedronken dan is toegestaan. De man is opgepakt. Het Gezondheidsinstituut RIVM heeft vandaag het hitteplan afgekondigd voor Flevoland en 6 andere provincies. Het hitteplan is een waarschuwing voor de risico's van tropische warmte en een oproep om extra op elkaar te letten. Vooral voor groepen kwetsbare mensen zoals ouderen, baby's, chronisch zieken en mensen met overgewicht brengt hitte gezondheidsrisico's met zich mee, aldus het RIVM. Verder adviseert de Reddingsbrigade Nederland om ter verkoeling niet te gaan zwemmen op gevaarlijke plekken zoals bij bruggen en sluizen. De ANWB zet wegens de hitte de komende dagen tientallen extra wegenwachters in. Kunst, kunst en nog een keertje kunst in het natuurpark in Lelystad deze middag. Voor de 15e keer werd het natuurkunstpark in Lelystad georganiseerd. En het was een bijzondere editie, want de kunstenaarsvereniging Flevoland bestaat dit jaar 30 jaar. Ja, het is inderdaad vandaag 30 jaar geleden op de kop af dat de vereniging werd opgericht. En dit jaar hebben we een jubileum editie. We hebben voor dit hele jaar 30 kunstprojecten georganiseerd. Wat is uw persoonlijke favoriet? Nou ja, wat je hier achter ziet, die is lekker groot, van Rob van den Broek. Om 3 uur ging het natuurpark open voor de bezoekers en die genoten met volle teugen. Ik vind het mooie eraan dat zij werken met de natuur op zich. En ik vind er al een behoorlijk stuk creativiteit in zitten. Gewoon wat men bedenkt, ben je in je geest, dat je dan zegt, oké, hoe hebben ze het zo kunnen bedenken? Het bijzondere van de kunstwerken is dat het heel mooi aansluit bij de natuur zelf. Ik zag bijvoorbeeld net de boom, de abele, waar je echt die ogen in ziet. En er kwamen druppels uit, om een voorbeeld te noemen. Dat is een van de eerste dingen die we gezien hebben, want we zijn hier pas net. Maar ja, dat is dan mooi in harmonie, mooi op elkaar afgestemd. Dus dat, ontzettend knap gevonden. Kunst in Flevoland leeft dus. En als dan Hein Walter ligt, gaat het Natuurkunstpark en de kunstenaarsvereniging nog jaren mee. Nou, wij zijn, denk ik, gedreven mensen, wij kunstenaars. En we hebben elkaar gevonden in dit mooie landschap van Flevoland. Want Flevoland is een goed landschap voor kunstenaars? Jazeker. Vanwege het landschap, maar ook vanwege het feit dat hier nog zoveel ruimte is om dingen te doen. Dus ik noem het altijd maar, we hebben hier een soort Wilde Westen en er moet hier nog zoveel ontwikkeld worden. En kunstenaars zijn bij uitstek de mensen die dat kunnen. Bij tennisvereniging Poseidon in Lelystad vonden vandaag de finale wedstrijden plaats van de Open Flevolandse tenniskampioenschappen. De organisatie kijkt tevreden terug op de afgelopen week. We hebben een ontzettend goed toernooi gehad, heel veel wedstrijden, relatief weinig walkovers. Dat heb je ook nog wel eens in een toernooiweek. Maar goed weer gehad, 1 avondje hebben we wat regen gehad. Maar als we kijken nu naar het weer, ja super, iedereen is blij en vrolijk. Dus ja, hier doe je het voor als toernooiencommissie. In totaal deden er circa 180 deelnemers mee. Met de warmte van vandaag werden er extra maatregelen genomen. We zorgen in elk geval voor emmers met water en doeken, dat mensen kunnen afkoelen. Bouillon op de baan voor de spelers. Ja, we moeten wel zorgen dat mensen niet overhit raken. Tennissers en publiek genoten van het toernooi, ook al waren de omstandigheden door de hitte pittig. Voor een oude baas op mijn leeftijd valt het heel erg tegen. Ik weet niet hoe warm het is op de baan, maar het is afzien. En u had ook nog een feestje de avond tevoren, hè? Ja, klopt. Een schoonzus van mij was 35 jaar getrouwd. Dus we hebben getracht het biertapje leeg te maken. Is aardig gelukt, maar heb ik nu toch wel enigszins spijt van. En zelf ook getennist? Nee, geblesseerd. Wel lekker gelopen, dus helaas geen tennissen. Dus lekker kijken. Ja, en bevalt het toernooi een beetje tot dusver? Het is een sfeervol toernooi. Het is gezellig druk. De sfeer is goed, de organisatie is goed, dus top. Uitstekend. Allemaal aardige mensen, allemaal lieve mensen. Dus we geven elkaar af en toe de puntjes. Toernooileider Schouten is blij met het verloop van de 33e editie van het toernooi.
maar hij hoopt in de toekomst door te kunnen groeien. Ja, zeker weten. We willen natuurlijk als toernooi groeien. We hebben wel een uitdaging, want we spelen veel poeltjes. Dus met hoeveel meer spelers je hebt, des te minder kans is dat je poeltjes kan spelen. Want mensen willen graag tennissen. Maar ja, promotie is het mond-to-mond reclame. Mensen persoonlijk vragen, dat is uiteindelijk de manier om deelnemers te krijgen. Schokland mist. Het dorst aan zijn dijken. De haven eet zand. Op Schokland is het startsein gegeven van een groot festival, helemaal in het teken van poëzie. 3 maanden lang land art route, poëzie, toneelvoorstellingen, heel veel muziek, een hele mooie expositie. En aan het eind van die 3 maanden nog eens een keertje 10 openluchtvoorstellingen van Prins te Paard. Want poëzie en Schokland zijn flink aan elkaar verbonden. Oh, zonder meer. Schokland is al zo'n 2000 jaar een inspiratiebron voor de poëzie. De Romeinen schreven er al over, Plinius. In de Gouden Eeuw werd er over geschreven, in de 19e eeuw. En vooral in de 20e eeuw natuurlijk, in de tijd van de grote inpolderingen. En daarna is Schokland een fenomeen dat zich zeer hecht geworteld heeft. Wij hoeven ons niet te vervelen. Wij zijn de hele zomer paraat hier, echt van alles te doen. En voor elk wat wils. En in combinatie met het unieke plekje in Nederland, de natuur. Het zijn het eigenlijk alle zintuigen die hier de komende zomer open gaan. Zangeres Ellen ten Damme is uitgenodigd om het officiële startsein te komen geven. En zo is het zomerseizoen op Schokland officieel geopend. Het museum heeft de misthoorn. Geen woordspeligheid meer. Niets knarst, kraakt, knalt, barst. Schokland stikt. De 5e editie van Eventing Emmeloord staat weer voor de deur. En de voorbereidingen zijn in volle gang. Parcoursbouwer Gerard Bouw is samen met voorzitter Harry Koopman druk bezig met de bouw van de nieuwe hindernissen op de boerderij van Koopman in Marknesse. Ja, dit is de leuke fase. De hindernissen zijn vol in de bouw. En dat is als parcoursbouwer ben je met creatieve elementen bezig. Dus heb je weer nieuwe ideeën. Nou, die zijn we op dit moment aan het verwezenlijken. Om weer een totaal nieuwe wedstrijd neer te zetten. Met een nieuwe uitdaging. Ja, wat voor het publiek en ruiten gewoon weer wat leuks wordt. Waar wordt er nou naar gekeken bij het maken van de hindernissen? Nou, er zijn een heel aantal aspecten. A, als parcoursbouwer wil je de juiste uitdaging bieden voor de combinatie ruiter en paard. En op nummer 1 staat in alle opzichten veiligheid. Veiligheid voor paard en voor ruiter. En dat is wel een ontwikkeling in de sport, dat er steeds meer nagedacht wordt hoe zorgen dat een paard geen letsel oploopt in deze sport. Eventing Emmeloord vindt traditioneel plaats in het Kuinderbos bij Band. Dit jaar zijn er een aantal nieuwe activiteiten op het paardensportevenement. We hebben 3 dagen wedstrijd. In het verleden altijd 2 dagen, nu 3 dagen. We hebben een eerste lustrum, dus dat vinden we ook altijd heel mooi. En met die 3-daagse wedstrijd moeten we ook natuurlijk andere dingen invullen. Dus ook sites events, horseboarding kampioenschappen van heel Nederland. Op zondag hebben we erbij. Nou, wat is dat precies? Horseboarding is een bord achter een paard. Heel simpel gezegd, eigenlijk wat je op water kunt doen, maar dan nu achter een paard op wieltjes. En er staat iemand op het bord en die moet het paard mennen. Schitterende sport. Hoeveel hindernissen moeten er gebouwd worden? Nou, je praat toch al met al met de verschillende klassen over een 35-tal hindernissen. En dat is best wel een forse opgave. En een deel staat permanent in het terrein. Door de hele goede samenwerking met Staatsbos mogen ook een aantal dingen laten staan in het terrein. Dat maakt deze wedstrijd ook heel markant. En daarnaast hebben we een heel aantal hindernissen, die bouwen we nu. En die staan opgeslagen in de schuur en die gaan straks het terrein in. En die gaan na de wedstrijd weer terug de schuur in, zeg maar. De inrichting van het terrein met de nieuwe hindernissen begint in de eerste week van juli.